Vergeet Expeditie Robinson, Expeditie Jonas it is. Als personal trainer helpt hij je met sport- en voedingsdoelen. En hij neemt je ook nog eens mee naar het Triglav National Park, zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed. In Slovenië. Hoe en waar hoor je in deze aflevering van de Passie Podcast. Jonas, goed dat je er bent. Ik heb het geprobeerd een beetje bondig samen te vatten, maar vertel, wat doe je? Nou, dat doe je eigenlijk heel goed. Dankjewel. Mooie intro. Ik help mensen naar een betere gezondheid. Ja. En ik vind het daarbij heel leuk om ze ook uit te dagen voor een doel. Ja. En in een traject wat van 6 maanden, wat onderdeel daarin is, is dus ook zo'n expeditie naar de bergen. Maar dat is best heftig. Dat kan heel heftig zijn, ja. Ja. Hoe ben je daarop gekomen om dat te gaan doen? Ik heb eigenlijk vroeger altijd al een eigen outdoor bedrijf willen hebben. Mm-hmm. Maar toen ben ik een paar keer in de Ardennen geweest en moest daar stage lopen. Ik denk, nou, ik kreeg een vriendinnetje. Dat is het ook niet elk weekend naar de Ardennen en de bergen waren hem niet hoog genoeg. Nee. En van mijn afkomst ben ik ook half Zwitser. Ja. Dus ik had altijd al een beetje een passie voor de bergen. Altijd al mee opgegroeid. Dus ja, eigenlijk gaandeweg is dat een beetje zo gegroeid. Mm-hmm. En toen in 2017 ben ik een business coach traject ingegaan. Ja. Het is altijd goed om je te laten coachen uit je comfortzone. En die heeft mij gestretched om eigenlijk een programma te ontwikkelen. En die is dan gericht op de ondernemer. Die heet Krachtig Lijf, Succesvol Bedrijf. Mm-hmm. En daar iets in te stoppen waar ik heel blij van word. Ja. Maar waar ook mijn klanten misschien heel blij van worden. Ja. En nou, daar zat ik eerst over te twijfelen. En toen uiteindelijk heb ik toch die stap gemaakt door dus aan het einde van het traject van 6 maanden mm-hmm. een expeditie in te stoppen waarbij we een 3-daagse huttentocht in de bergen gaan doen. Ja. Yeah. En in 2017 had ik het voor het eerst gedaan. Ik kreeg 6 mensen zo gek om mee te gaan. Met iemand die dat nog niet eerder had gedaan. Yeah. En eigenlijk was dat fantastisch. Het was echt, mensen hebben hele mooie breakthroughs gehad. Mensen hadden echt een doel om naartoe te werken. Want je hebt heel vaak een doel voor jezelf. Ik wil afvallen, ik wil fitter worden. Noem maar op. Maar dat is vaak een afspraak die je met jezelf hebt. En we zijn er toch vaak wel goed in om die te doorbreken. Ja. En met zo'n concrete einddoel. En dat kan dan bijvoorbeeld een expeditie zijn die we ook naar de bergen doen. Mm-hmm. Of zelf, weet je. Je kan zelf ook wel bedenken. Zoals een hardloopwedstrijd. Of een trouwerij werkt ook altijd wel goed bij mensen. Dat geloof ik. Maar om elk jaar te gaan trouwen is ook weer zo wat. Is ook weer duur. Ook weer duur, ja. Ja. Dus eigenlijk op die manier is dat zo gegaan. En op die manier probeer je elke keer een beetje uit te breiden. Waarom twijfelde je in eerste instantie zo om dat te gaan doen? Ik twijfelde eerst er heel erg over. Omdat ik dacht van ja, dit is niet mijn tak. Het is niet mijn sport. Het is mm-hmm. niet hetgene waar ik ervaring in heb. Weet je, ik train mensen en ik behandel pijnklachten. En ik doe mijn best om van iemand een 2.0 versie te maken. Mm-hmm. Maar ja, wie gaat er nou mee met mij in de bergen? Dus je hebt altijd natuurlijk een stemmetje in je hoofd die dat probeert te ontkrachten. Mm-hmm. Maar goed, ja, een paar gesprekken met een aantal mensen. Die zeiden ook van, ja, weet je, wat heb je te verliezen? Why not? Ja. En toen heb ik het gewoon geprobeerd. Wat is die aantrekkingskracht van de bergen? Ja, dat is gigantisch. Waarom? Ja, ze zijn sowieso gigantisch vaak. Ja. Maar wat is dat? Ja, ik weet het niet. Het is gewoon een stukje vrijheid. Je krijgt er ook wel heel veel energie. Mm-hmm. Ook al zijn de nachten soms kort omdat je vroeg opstaat. Ja, ik spring uit mijn bed. Mm-hmm. Ik slaap persoonlijk in een hut heel goed. Ook al zit je soms met z'n 30 in een kamer, maar het zorgt ook voor sfeer. Gewoon je voelt je zo, je bent zo klein ten opzichte van de natuur daar, de frisse lucht, je bent ook gewoon lekker de hele dag bezig. Mm-hmm. Dat zorgt dan vaak voor een hele positieve mindset. Ik word persoonlijk er gewoon heel blij van. Yeah. En ik zie dat de meeste mensen die ik meeneem daar ook heel blij van worden. Is er geen angst of spanning of... Niet direct, want de dingen die ik meestal doe met klanten of zelf, mm-hmm. dat is allemaal gewoon een beetje doable. Yeah. Dat is niet... De expedities zijn nog niet zo ver dat we echt dermate risico's op zoeken. Okay. En in principe gaan er berggidsen mee, die gewoon echt hun papieren ervoor hebben. En bijvoorbeeld met Triglav, dat is de hoogste berg van Slovenië. Mm-hmm. Daar huren we ook extern weer berggidsen in die een stukje touwwerk mogen doen. Yeah. Omdat de laatste 1,5 uur omhoog. Daar moet je jezelf zekeren. Kletterstijgen noemen ze dat. Of via Ferrata. En dan is het wel prettig dat je gewoon vast zit aan iemand. Want je kan dat prima op zich ook wel zelf doen. Maar ja, ik neem een groep mensen mee de bergen in. Ik ben verantwoordelijk voor hun. Ja. En die verantwoordelijkheid draag ik dan over aan gidsen die misschien wel 4 keer op zo'n dag de 3 graf omhoog gaan. Ja. En die kunnen heel goed met 4 à 3 mensen tegelijk omhoog lopen. Ja. En dan kan ik ook lekker mijn eigen ding doen. Ja, en die kennen die berg echt op hun juist, duim zitten. Ja, ja, precies. Nemen mensen hun telefoon mee? Ja. Ja? Ja. En ik geef ze altijd het advies om ze eventueel in te leveren of uit te zetten. Mm-hmm. Want ja, we hebben tegenwoordig zoveel prikkels van dat ding. Ja. De meeste mensen laten hem wel aardig met rust. Niet veel mensen leveren hem in. Mm-hmm. En foto's hoeven ze in principe ook niet te maken. Want dan gaat altijd een fotograaf en een videograaf mee. Mm-hmm.
Dus wat dat betreft, over beelden hoeven ze zich geen zorgen te maken. Maar ja, soms willen ze een appje sturen, et cetera. Maar ja, in sommige gevallen heb je ook gewoon geen bereik. Ja. Dus dat verschilt gewoon heel erg. Maar is het ook omdat het ondernemers zijn dat ze altijd bereikbaar willen zijn? Ja, sommige. Maar voor die 3-4 dagen kunnen ze het meestal wel een beetje loslaten. Meestal. Meestal, maar niet altijd. Niet altijd, nee. Het is ook een stukje mindset natuurlijk als je mensen mee de berg in neemt. Waar lopen ze tegenaan? Tegen zichzelf. Mm-hmm. Dat is één tegen grote de berg lopen juist, dan. Tegen de berg, tegen een paar stenen. Nee, het is zeker mindset. Kijk, in de trainingen zoeken we ook altijd wel de grens op. En we willen altijd wel een beetje kijken wat iemand in huis heeft. Als het mits die geen chronische erge klachten heeft. Maar wel een beetje 100% effort. Kijken wat iemand kan en dat elke keer verbeteren. Maar dan zijn ze niet gewend om misschien de hele dag te doen. Ja. En dan heb je nog af en toe het weer wat kan veranderen. Het terrein verandert. Dus je begint misschien in het bos. Maar op een gegeven moment loop je op grove stenen. Of grind wat elke keer wegglijdt. Ja. En daarnaast zie je dat sommige mensen het toch echt wel pittig vinden om de hele tijd op één tempo gewoon door te lopen. Mm-hmm. En dan komen ze zichzelf tegen. Ja. Of dan denken ze, wat moeten we nog ver? Ja. En dan achteraf gezien zien ze wel altijd van je ziet wel dat je met kleine stappen heel erg ver kunt komen. Ja. En dat is altijd wel ook wel mooi om te zien dat iedereen weer op zijn eigen manier inzichten opdoet tijdens zo'n reis. Mm-hmm. En dat vind ik juist ook heel mooi, is dat het is niet een vakantie of eventjes eruit. Nee, je doet allerlei inzichten op en je hebt echt een doel waar je naartoe werkt, in de voorbereiding naartoe. En in het moment zelf spar je met gelijkgestemden. Mm. Dus je ziet dat mensen gewoon met frisse energie terugkomen. Dus het is effectief? Het is 100% effectief, ja. Vind je het nog leuk of heb je nu inmiddels wel zoiets van ik heb die berg wel gezien? Nee, tot nu toe vind ik het nog fantastisch. Wat maakt het elke keer anders? De groep. Elke keer zie je weer dat de dynamiek zo anders kan zijn. Mm-hmm. Je bent natuurlijk op een gegeven moment één keer geweest en dan ga je daaraan refereren. En dan is het gewoon interessant om te zien dat groepsdynamica heel anders is. Ja. En er is geen goed of slecht. Maar ik vond het wel bijzonder om te zien dat hoe anders het kon zijn. In hoe mensen met elkaar omgaan, hoe makkelijk mensen dingen delen. In de grapjes in een groep, in de losheid in een groep. Bij de ene groep wordt dan wat meer gedronken. en bij de andere groep niet. Uh-huh. Sommigen liggen om 7 uur in de bed en de anderen zijn afgepeigerd. En die gaan wel door tot 11 uur. Dus het is heel, heel anders daarin. Nou ja, in de hut is meestal ook te licht uit om 10:00, 11:00. Dus dan kan je ook niet anders. Uh-huh. Ja, dus... dus dat maakt het vooral elke keer anders en ook wel leuk. Ja. En nu in Slovenië hebben we 5 edities gehad. Dus wat ik daar ook weer dan leuk aan vind worden, is dat ik de mensen beter leer kennen in het gebied, de routes beter leer kennen. Dus je kan ook steeds meer kwaliteit bieden, omdat je het zelf beter kent daar. Ja. Maar het kan best zijn over een tijdje, als ik nog veel meer reizen heb, dat je kijkt, misschien vindt een van de andere collega's het leuk om dat op te pakken. Ja. Want volgend jaar staat Georgië ook op de planning en Zweden. Dus dat zou ook weer... Zijn er nog bepaalde bergen waarvan je echt denkt, daar wil ik met een groep naartoe? Kirgizië lijkt me heel fantastisch. Waar is dat? Dat is bij Kazachstan en net in de buurt van Mongolië ook. Mm-hmm. Dus een beetje richting Azië, Rusland kant op. Mm-hmm. Dat lijkt me fantastisch. Ik heb wat beelden gezien en ik hoor al verhalen erover dat het prachtig is. Yeah. Dus dat lijkt me heel gaaf om iets te doen. IJsland een keer een soort van special te doen. Is wel redelijk kostbaar en ook redelijk toeristisch. Maar als je een beetje de natuur in gaat, dan is het fantastisch. Lijkt me fantastisch. Groenland zat ook nog op een verlanglijstje. Schijnt ook prachtig te zijn. Yeah. Ook echt heel mooi. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ja. Kan je uren op internet zoeken naar potentiële plekken? Ja hoor, dat kan zeker. Veel te veel tijd aan kwijt. Ja. Hoe hou je een beetje de leiding in zo'n groep? Want dat is natuurlijk ook vanuit je personal trainingsvak wel heel belangrijk. Ja, dat heb ik vooral de eerste keer gemerkt. Zo leer ik ook aldoende leer men. De eerste keer kwam ik er ook achter dat je gewoon... Ja, je kan wel opties geven aan een groep, maar wees wel duidelijk. Ja. En ga niet te veel open vragen stellen als je gewoon een keuze moet maken. Mm-hmm. En zorg ook gewoon voor dat je duidelijk bent in van... het gaat nu omweren, we gaan nu omkeren. Ja. In plaats van dat je gaat twijfelen of het aan een groep gaat vragen. Ja. En als je dat op zo'n manier doet, dan toon je ook al wat meer leiderschap. Dat je... Ja, meer achter je keuze staat eigenlijk. Ja. En dan nemen mensen het makkelijker over. Dan nemen mensen het makkelijker over en dan is het gewoon zo. Ja. En als je misschien twijfelt of je gaat het aan hun vragen of dan voelen ze dat, dan zien ze dat en dan... Dus de eerste keer kreeg ik het al als feedback terug van, toon daarin iets meer leiderschap en daadkracht van, jij bent degene die het organiseert, die initiator en degene, die bepaalt hoe het zal lopen. Ja. En de eerste keer, dan is het nog uitproberen.
Ja, des fase. Maar zo is het ook. Dat is ook, hoort ook bij een eerste keer. Maar dat zal de business coach ook verteld hebben. Ja, zeker weten. Hoe worden mensen wel chagrijnig? Ja, mensen worden ook wel eens boos op me. Of chagrijnig of gaan huilen. Vind je dat niet kut? Nee, dat hoort bij het proces. Maar wat doe je daar dan mee? Hoe los je dat op? Ja, nou, door in gesprek te gaan of soms even weg te lopen. Nee. Ja, even tegen de berg aan te slaan. En juist, dan, juist, even over de rand heen gooien. Nee. Maar je bent wel natuurlijk in zo'n berg tot elkaar aangewezen. Ja, je zit daar met zo'n groep. Je zit 3 dagen, 4 dagen ben je gewoon met elkaar. Minimaal. Ja. En Georgië is dan 10 dagen. Dus je zit wel eventjes met elkaar opgeschept. Ja. Ja, je probeert gewoon voor die mensen te zijn. Mm-hmm. Dus regelmatig gebeurt wel dat mensen eventjes breken misschien. Of dat ze het gewoon even niet meer zien zitten. Mm-hmm. Dat ze het zat zijn of denken van wat doe ik hier eigenlijk in godsnaam. Ja. Ja, dan ga je gewoon in gesprek. En vaak ken je de mensen al een langere periode. Dus kun je op bepaalde dingen terugrefereren. En dan is wel de stap is nog veel groter als ze dan eenmaal beneden zijn en zijn ze nog trotser. Ja. Als ze wel dat soort momenten hebben. Ja. Dus de gidsen die zeggen wel eens dat ik wel een hoop wil doen in 3 dagen tijd. Mm-hmm. Maar goed, ik wil mensen ook uitdagen uit die comfortzone. Het is geen wandeling in de duinen. We willen wel echt gewoon de avontuur sportief aangaan. Sportief wat bereiken. Ja. Ja. Ja, en dat kan op elk niveau. Wat is nou het mooiste moment dat je daar hebt meegemaakt? Het mooiste moment. Nou, afgelopen keer was wel heel erg vet toen we de Triglav opgingen. Dat heb ik nog niet eerder gedaan met de groep. Dat is dan, gingen we om 5:30 moesten we buiten klaarstaan. Ja. Omdat om 8:00, 9:00 zit het al in de wolken. Dus we zijn snel omhoog gegaan. En dat ging heel goed. Mm. Met die aparte gidsen die elkaar, die de deelnemers zekerden. En boven kon je echt super mooi ver kijken. Je zag een randje Dolomieten. Dat was wel gaaf. Dat vond ik echt wel een heel mooi moment. En dat ook iedereen dat gewoon super goed voltooid had. Yeah. Dat soort momenten vind ik altijd wel heel gaaf. Ik heb er veel momentjes juist met stallen. Ja. Of momenten die de eerste keer was dat. Dan stonden we ook op een kammetje. En dan zie je iedereen lekker praten met elkaar. En dan hebben we een opdrachtje gegeven waar mensen een beetje aan zichzelf kunnen werken. En die zie je dan erover opschrijven. En dan kijk je van, nou ja, wat tof dat die mensen met je mee zijn gegaan en deze stappen willen zetten. Het is gewoon gelukt. Ja, precies. Ja, dat is wel heel vet. Dus dat soort momenten zijn altijd voor kikken. Daag je jezelf sportief veel uit? Ik hou zeker van uitdaging. Als ik mezelf niet uitdaag, ook ik moet in beweging komen. Zeker. En ik merk, als je doelen stelt of jezelf uitdaagt, dan werkt het op elk vlak. Is het niet een nadeel wat mij heel erg lijkt aan jouw vak? Is dat op het gebied van doelen stellen, het moet eigenlijk elke keer extremer. Want je bereikt op een gegeven moment iets. En daarna moet het eigenlijk weer extremer. Is dat niet doodvermoeiend soms? Nou ja. Het is wel dat je wilt jezelf wel stretchen. Ja. Als je natuurlijk altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja. En dat is natuurlijk zonde. En dat merk ik wel. Nu heb ik afgelopen zomer een trailrun voor het eerst gedaan. Mm-hmm. Wat is dat? Een trailrun is eigenlijk een hike in de bergen, maar dan licht bepakt. En je probeert een afstand van A naar B zo snel mogelijk te voltooien. Mm-hmm. Dus het woordje run zit er wel in. Yeah. Maar als je omhoog gaat, dan run je niet zo hard. Nee, dat gaat traagjes. Ja, dat gaat een stukje langzamer. Mm-hmm. Dus dan ben je gewoon stevig aan het doorwandelen. En daar beneden is het een beetje dribbelen, slash rennen. Als het vlak is het misschien weer rennen. Mm-hmm. Dus je varieert ook heel erg in tempo. Mm-hmm. En als je langere afstanden hebt, dan ben je ook gewoon heel veel aan het lopen en aan het doseren. Yeah. De toppers die vliegen er doorheen. Maar goed, ergens moet je beginnen. Yeah. En op die manier vertooi je een afstand. Dus dat is wel heel gaaf. Yeah. Ja. Maar wel extreem. Meestal wel, ja. Dus je hebt wel verschillende afstanden. Dus die van de afgelopen zomer had je volgens mij een 16, een 24, een 53. Die heb ik dan gedaan. En nog een 113. Mm-hmm. Dus je hebt echt wel bizarre afstanden. En de 53 was ook allemaal een hele mooie uitdaging. Ik had begin van het jaar nog nooit een marathon gerend. Yeah. Dus eigenlijk begin van het jaar / eind vorig jaar oktober een beetje begonnen met hardlopen. Mm-hmm. En een beetje rust opgebouwd. Ook weer een coach ingeschakeld voor wat technieken te leren. Mm-hmm. En toen volgens mij in mei mijn eerste marathon gedaan in Limburg. Dus ik kon ook wat hoogtemeters pakken. Want het is geen asfalt waar je op rent. Yeah. Het zijn allemaal paadjes, grind, dan weer grond. Dan weer, stuk lastiger. Juist, stuk lastiger. Ja. Het is echt van alles. Dus, en toen in 15 juni voor het eerst Scenic Trail in Zwitserland gedaan. Mm-hmm. Van 53 kilometer en 3900 hoogtemeters. Zo. Dus, en daar waren we 14 uur mee bezig. En daarna slapen. En daarna zeker slapen, ja. Ja. Ben je gedisciplineerd in het leven? Nou, kan beter. Ja, wat ja, dan? Ja, kan beter. Nou ja, ik ben op... Ja, wat is gedisciplineerd?
Kijk, als ik zo'n doel stel, dan kom ik echt in beweging en ga ik dingen doen. Ja. Dat is op alle vlakken. Dus ik merkte ook al, toen ik klaar was met het hardlopen, met de trailrun, had ik nog niet een volgende run gestaan. Ja. Dus zakte het al een beetje terug. Ik deed nog wel, maar minder intensief. Ja. Dus ik ben gedisciplineerd als ik wel een beetje gestretched word. Ja. Dat geldt voor mij ook op zakelijk niveau, maar ook met pianoles had ik hetzelfde gedaan. Schoot gewoon voor geen ene meter op. Ja. Toen zei ik tegen de leraar, kan je hem niet verkopen aan een bruiloft? Ja. Nou ja, dat zag hij niet helemaal zitten. Maar toen heb ik ook een filmpje gepost en op Facebook gezet dat ik in Amsterdam op een piano iets ging spelen en op die datum wat ging laten zien. Ja. En dan merk je ook, dan word je gestretched en dan denk je, oh ja, shit, over 2 maanden moet ik wat spelen. Tenminste, ik heb gezegd tegen een hoop mensen dat ik het ga doen. Ja. Dus laat ik het ook maar gaan doen. Ja. En dan ga je ineens elke dag oefenen. Deadline stellen. Dan ben je echt Dan word ik zeker gedisciplineerd. Ja, want dan heb je zoiets van, dan wil ik het ook wel gewoon goed. Juist, dan ja. Dus op die manier ben ik zeker gedisciplineerd. En in principe doe ik wel wat ik moet doen. Maar het, voor mij persoonlijk helpt het heel erg om een doel te hebben in een richting. Doel driven. Ja. Ja. Lig je wel eens op zondag op de bank met een zak chips en Netflix aan? Uiteraard. Ja, dat is ook heel lekker af en toe. Vraag, eens in zoveel tijd. Is dat iets wat klanten vragen? Want dat is misschien een beetje het, mensen vinden het dan leuk om het weer menselijk te maken misschien of zo. Ja, is dat een vraag die je veel gesteld wordt? Ja. Nou, het is meer die vraag ook wel af en toe. Maar ook meer de vraag, weet je wel, een feestje of een keer lekker uit eten. Nou ja, ik vind, ik trek niet de klanten aan die helemaal ripped op het podium moeten staan. Nee. Of die, ik kies voor geluk. Mijn slogan is ook, ik geloof dat kracht en vitaliteit de basis van echt gelukkig zijn. Mm-hmm. En dat ben je ook als je dingen doet waar je soms gewoon zin in hebt. En dat kan zijn een lekker toetje, dat kan zijn even een lekker wijntje, of misschien wel een fles wijn. Misschien wel 2. Ja. En dat je daarna weer denkt, shit, zo voelt dat. Nee, dus daar ben ik zeker van. Ik ben juist van ook genieten. En dat is ook wat iets in die tochten doe als we de berg in zijn. Ik heb ook een keer gevraagd, willen jullie een detox week? Yeah. En geen telefoon en geen alcohol en alleen maar gezond eten. Mm-hmm. Of juist een beetje je de teugels laten vieren. Ja. Want de meeste mensen zitten al in het traject. Die leven er al strak naartoe. Ja, want ze zijn natuurlijk al lang met je bezig. De meeste wel, ja. 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 Mensen kunnen ook gewoon, die fit zijn, kunnen zo aansluiten. Dus ik heb ook eens mensen die 2 weken van tevoren beslissen om mee te gaan. Test je dan wel met die mensen hoe fit ze zijn? Ja, ik ben nog een beetje een test aan het ontwikkelen. Maar het is toch wel lastig om daar een bepaling over te doen. Ja. Dus daar ben ik wel mee bezig. Maar het is voor jou natuurlijk wel een risico om iemand mee te nemen die helemaal niet zo fit blijkt te zijn. Klopt. Dus ik vraag vaak naar hun trainingsverleden. Ja. En als iemand 10 kilometer kan hardlopen, dan durf ik hem wel mee de berg in te nemen. Ja. Of als iemand 2-3 per week krachttraining doet en het is een jonge man. Mm-hmm. Ja, dan heb ik er ook wel meer vertrouwen in. Of een hovenier die heel veel loopt, bij wijze van. Ja, of, die heel bewegend is. Maar als iemand heel veel op kantoor zit en iets wat overgewicht heeft en nog nooit van zijn leven gesport heeft, dan durf ik er niet aan. Niet aan. Nee, snap ik. Nee. Dus op die manier probeer ik het een beetje in te schatten. En tot nu toe gaat het altijd wel goed. Ja, nice. Ja. Wat als je jezelf zou moeten zeggen, of als je het aan klanten zou vragen, dat is misschien makkelijker voor de beeldspraak. Wat maakt jou een onderscheidende personal trainer? Wat zouden ze dan zeggen? Hele goede vraag. Bedankt. Bedankt, ja. ze zouden mij denk ik onderscheidend vinden omdat ik laagdrempelig ben. Ja. Ik ben makkelijk benaderbaar. Mm-hmm. Persoonlijk, ik vind het heel belangrijk om iemand echt te leren kennen. En dat vind ik ook mooi met die reizen. Ja. Dat je mensen echt leert kennen en ze daar op die manier ook echt verder kan helpen. Mm. Dat zijn echt wel dingen waar ik in me probeer te onderscheiden. En het aanbod is gewoon anders. Ja. Locatie zit ook op een hele mooie plek. Op een boerderij in de Krukjes. Mm-hmm. Dat is ook wel iets onderscheidend. Maar dat zegt natuurlijk niks over mij. Ons werk is heel persoonlijk. Mm-hmm. Dus mensen kiezen vaak wel de persoon achter de business. Ja. En dat is toch wel, denk ik, het stukje vertrouwen wat ik aan mensen kan geven. En ook laten zien dat ik ook maar een mens ben. En ook gewoon af en toe van hou om even een flinke borrel te drinken. Of een feestje te hebben. En dat maakt het herkenbaar. Juist. Ja. En dan reflecteer ik ook wel van, weet je, dan voel je ook weer hoe slecht je voelt. En pak je heel snel de draad op. Weer de draad op. Ik tenminste wel. Op het gebied van, dat vind ik altijd wel interessant, kracht of cardio? Pistool op je hoofd, je moet kiezen. Eén van de twee mag je nooit meer doen. Ja, nou vroeger zou ik altijd zeggen, zou ik cardio zeggen, niet meer. Ja. Omdat ik dat vroeger een stuk minder deed. Ja. Maar aangezien ik nu die trailruns doe, tja, ik denk dat ik toch dood ga dan. Ja? Nee, ik weet het niet. Want ik vind zowel beide vind ik echt lekker om te doen. En zeker nu ik de trailrun een beetje ontdekt heb. Mm-hmm. En het beide gewoon heel belangrijk. Het is gewoon beide heel belangrijk om te prikkelen. Ja. Dus zowel de mensen die veel krachttraining doen, is het ook heel belangrijk voor een goede doorstroming. Dat je gewoon cardiovasculair jezelf een prikkel geeft. Mm-hmm. En ik denk dat allebei heel belangrijk is voor
iedereen. Dus je wilt en meer speedtones opbouwen, meer kracht, mobieler worden, makkelijker bewegen, dat je makkelijker door het leven kan bewegen. Maar dat je ook gewoon constant op een bepaald tempo je in beweging kan blijven en afstanden kan afleggen. Ja. Op wat voor manier dan ook. Ja. En ik zou dan altijd zeggen, ga naar buiten, ga de natuur in. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Het kan ook op een loopband. Ja, 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 ja. Maar wel zonde. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Wat zijn nog je dromen? Want ik kijk, je hebt het over bergen. Dat is iets waar je mee kwam. Waar je toen over twijfelde. En zijn er nog meer van dat soort dingen waarvan je denkt, nou, dat zou ik nog wel eens willen doen? Sowieso mezelf verder ontwikkelen. Mm-hmm. Met op het gebied ook van de bergen. Ik heb nu de 53 kilometer gehad. En je had net over doelen, stretchen. Eigenlijk wil ik nu al een keer heel graag een keer een 100 kilometer doen. Maar dat is wel echt veel. Dus hoe lang ben je daarmee bezig? Er zijn sommigen bezig, maar dat zijn de toppers. Die doen een 113 in 15 uur. Dat is niet normaal. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dus dat gaat mij niet lukken, denk ik. 1, 2, 3. Maar is er dan niet iemand om je heen die zegt, doe het nou gewoon niet? Nee. Ja, soms. Mijn vriendin die roept wel eens wat, maar uiteindelijk staat ze wel weer op. Kom ook eens thuis in plaats van... Daar krijg je volgens mij 92 uur de tijd voor. En je mag onderweg ook slapen. Ja. Ja, er is ergens op een halverwege is er een veldbedje. En dan kun je bij een post kun je ook eventueel powernap doen. Ja. Ik vraag me alleen af hoe je dan wakker wordt. Ja, waarschijnlijk moet je dat helemaal niet doen. Ja, ik heb geen idee. Maar dat soort dingen. Een triathlon lijkt me ook echt kicken om nog te doen. Maar dat zijn vooral meer fysieke doelen. En het gaat toch wel best wel richting cardio. Ja. Dus vind ik wel grappig hoe dat veranderd is. Ja. Maar met krachttraining kun je heel mooi een bepaalde basis ontwikkelen daarin. Ja. En verder met het bedrijf doelen, gewoon groter worden, meer mensen kunnen helpen, mogelijk meerdere locaties en ook gewoon meer reizen. Ja. We hebben nu volgend jaar 4 in petto. Het zou gewoon gaaf zijn als we meer mensen hiermee kunnen bereiken in samenwerking met anderen. Het lijkt me heel tof om bij een bedrijf als een team uit je ook de berg in te gaan. Ja. Ik denk dat het echt mega kan zijn voor je personeel en je werknemers, dat je ze echt... je hoeft het niet heel zwaar te maken, maar je kan wel hele mooie momenten samen beleven. Als je op een mooi stukje uitzicht bent en is een teambuildingscoach. Ja, dat is een hele goede. Kan je hele gave dingen doen. Ja, banden versterken. Want personeelbehoud is een ding, maar ook een stukje work-life balance. Ja. Voor je werknemers, zorgen dat ze in hun kracht komen te staan. Ja. En dat ze eigenlijk nooit meer bij je weggaan. Ja. Tenminste, de leuke werknemers. Ja. Slaap je veel? Over het algemeen probeer ik mijn 8 uurtjes te halen. En lukt dat? Dat lukt, ik denk, meestal voor 70%, denk ik. Ja. Ja. Dus sowieso op de donderdagochtend dan heb ik een ontbijtnetwerk, want ik hou van netwerken. Mm-hmm. Ik vind het leuk om BNI onder andere en ben nog lid van een stuk of 3 anderen. Want dan leer je gewoon met andere mensen kennen op een hele makkelijke manier. En het zijn allemaal ondernemers, dus de doelgroep ook. Maar ik heb ook hun nodig. Ja. Dus er komen altijd hele leuke contacten uit, zoals dit. Ja. Dus ik word er altijd wel heel erg blij van. Hoe kwamen we daar nou ook weer op? Nou ja, vanuit slapen. Oh ja, slaap. Juist. Ja. Dus dat is altijd om 6:30 moet ik er zijn. Vroeg, hè? Dat is vroeg, ja. Ja. Maar gisteren ben ik wel gewoon 10 uur licht uitgegaan. Maar ja, dat is dan ook weer met als doel van zaterdag moet ik wel om 6:30 beginnen. Ja. Dus dat worden al korte nachten. Ja. Dus dat is vaak wel een kortere nacht. En over het algemeen kom ik wel aan die slaap. Super, bedankt voor het leuke gesprek. Mooi, jullie ook bedankt. Top.